De Bollenstreek heeft de voorjaarsdrukte weer achter de rug. Honderdduizenden Nederlanders en buitenlanders hebben weer genoten van de kleurenpracht van onze bolbloemen. Daar is heel wat zorg aan vooraf gegaan, want in de winter zitten de kwekers niet stil. Bekend is dat we ook in het koude jaargetijde altijd op bolbloemen uit de kas kunnen rekenen. Minder bekend is het dat er met name ook in die periode veel wetenschappelijk werk wordt verricht. In Lisse, in het centrum van de Bollenstreek, kunnen telers die moeilijkheden hebben hun kweekproducten laten onderzoeken in een unieke instelling die zich uitsluitend met bol- en knolgewassen bezighoudt. Het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek. Ziektebestrijding is een van de terreinen waarop dit instituut zich beweegt. En daarbij wordt gebruik gemaakt van verfijnde hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld de elektronenmicroscoop, die tot 200.000 maal kan vergroten. Zo kunnen naast schimmels en bacteriën ook ziekteveroorzakende virussen zichtbaar worden gemaakt. Wageningen bezit als onderdeel van de Landbouwhogeschool een instituut voor veredeling van bloembollen. Van een bepaalde variëteit die men wil kruisen, worden meeldraden verzameld. En als het stuifmeel gedroogd is, wordt dit met behulp van een penseeltje overgebracht op de stamper van een andere soort. Deze kunstmatige inseminatie, die in de natuur door de bijen gebeurt, leidt vaak tot ook in kleur sterk afwijkende variëteiten. En dat is wat de telers graag willen, want het publiek is veel eisend. Zo zorgen wetenschappelijk onderzoek, ziektebestrijding en veredeling voor een gevarieerd product dat in binnen- en buitenland veel gevraagd wordt en dat voor onze nationale economie van grote betekenis is.